Een hele koersen morgen. We zijn met de boer on tour en met spullen op boer. Oh, dat zie je niet. Kijk, nu wel. Want we zijn onderweg naar de regiokampioenschappen in Heerjanstam. Voor dressuur. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. We hebben proef 24 en 25. Die heb je nog naast me liggen. Lift, lock, level, blijf. Papa vroeg of Blommie nog een nummer kreeg. Ik zei, Blommie heeft al een nummer, maar ze is mijn nummer 1. Ben je er klaar voor? Ja. Zin in? Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik ook. Wij ook, ja. Jij ook? Ook, jij ook. Ja, we zijn toch wel benieuwd hoe het gaat. Hij is niet thuis en hij is gewoon hierheen gekomen met ons. En gaat niet voor de een kijken, maar naar mij. Ja. Ik ben nog nooit zo vereerd geweest. Succes. Ik ga alleen de prijzen en de afvaardigingen opnoemen. Dat betekent dat degene die ik noem, die mag naar voren komen. Ja? En in dit geval, een vijfde prijs, maar geen afvaardiging voor Charlie Gary. Met Nieland Stempje van Les Chevalier. Een gemiddeld percentage. Even kijken, welke klomp heb ik? Ja, oké. Okay. 63,458. Jongens, daar zit nog een foto. Nee. Alleen, je mag wel op de foto, maar ik. Op de afvaardiging. Weet je dat ik iets zeg over foto's? Op de afvaardiging of een tweede. Oké, bij jou melden, dat zeg ik. Op het podium. Oké, de vierde plaats, dat is de vierde prijs dan, maar dat is tevens ook een afvaardiging naar de NK. Dat is deze vroeg in de wei met 63,459. De derde plaats, en ook afgevaardigd, Eline Mulder met veren van het blauwgele vendel met 64% precies. En de tweede plaats is Caitlin Rietveld, afgevaardigd, uiteraard met, mooi naam, Gaia Rea van Voornepunt, gefeliciteerd. Je percentage is 64,25. En dan hebben we de nummer 1. Uiteraard ook afgevaardigd. Tessa Oppenhof met Miss Blondie van de Poldijkse. En jij hebt 64,5%. Gefeliciteerd. Als er nummers 1, 2 en 3 op het podium kwamen, nummer 4 en 5 ernaast. En dan was goed er ook bij. Ja. Heel goed. Ja, mag deze kant uitkijken en dan nog even extra blij zijn, hè?
Even zwaaien. Handen in de lucht, blij zijn. Top. En veel succes in de aanbrand. Maakt toch niet uit. Ze hebben het verdiend. Weet je hoe hard ze gewerkt hebben? Moet je eens kijken wat er op de rug hangt. Dat past prima. Beetje groot. Beetje water. Hij is ook wel echt een paar maten te groot. Ja, voor je. I don't care anymore. Nee, dat snap ik. Oké, mevrouw de kampioen. Vertelt u het maar. We waren eerst op mijn bord aan het kijken en toen stond er, je bent achtste geworden. Toen had ik stress en toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel jammer. Maar ik was zo blij met hoe we de proef hadden gereden. Dat zei ik ook al tegen papa na de proef. Het maakt niet meer uit welke punten ik rijd. Ik ben blij hoe het is gegaan. Toen stond er ineens de totaaluitslag. En toen stond ik helemaal bovenaan. Dus Blommie en ik zijn regiokampioen geworden van Zuid-Holland in de L1. Ik ben er zo blij mee. Oh. Ja, Blondie, je maakt er gewerkt, hè. De deken is alleen wel een beetje groot, maar het gaat om het idee.